Vorige keer hadden we samen besloten dat we misschien een beetje gingen variëren om eens een keer niet een citaat te doen, maar een verhaal. Maar dit keer een kort verhaal dat ik wil vertellen. En sommigen van jullie kennen het natuurlijk al, maar dat heb je als je vaak naar de persoon luistert. Het verhaal gaat over een kind dat samen met zijn ouders op vakantie gaat in de bergen. Doet dat bij sommigen van jullie een belletje rinkelen? Niet direct. Iets met echo. Ah ja, jij kent hem al. Dus schiet Ik ken hem al, ja. het verhaal Een al. kind dat met zijn ouders in de bergen gaat. Ik vertel hem morgen in de klas. Ah, oké. Is het waar? Ja. Dat was je al van plan. Ben ik al op voorbereid, ja. Ah. Dat is een soort van zinenergie dat we Ja, een waarschijnlijk. bepaalde plan hadden. Dit verhaal gaat over onze relatie met de wereld om ons heen. Dit kind was aan het spelen terwijl de ouders aan het wandelen waren. Misschien was het een Alpen of de Ardennen of een ander gebergte ergens in Amerika. Het kind was aan het spelen en er was daar een echo. Terwijl het kind aan het spelen was, sprak het wat tegen zichzelf. En die echo die zei dat na. En toen werd hij daar boos om. Hij wist niet wie het zei, maar het gevoel dat er iemand iets tegen hem zei. En dus riep hij heel hard: "Doe me niet zomaar na." En toen was die echo natuurlijk, zei: "Doe me niet zomaar na." En toen zei hij: "Als je echt met mij grapjes wil maken, dan moet je maar tevoorschijn komen." En toen zei de echo: "Als je met mij grapjes wil maken, moet je maar tevoorschijn komen." Dan werd hij natuurlijk nog bozer om. Telkens als hij iets zei, dan zei de echo het na. En hij wist niet wat een echo was. Dus hij vond het maar raar dat er telkens zo'n vervelend kindje alles nazei. En dus liep hij heel snel naar zijn papa toe, een beetje boos en een beetje angstig. En vertelde alles aan zijn papa: "Er zit daar een vervelend kindje daar. Die zit mij de hele tijd na te doen." En die papa, deze vader, die was heel slim. Die was heel wijs. En die snapte precies wat er was gebeurd. En hij zei tegen zijn zoon: "Misschien moet je iets vriendelijks tegen hem zeggen. En dan krijg je misschien een ander antwoord." Dus het kindje rende weer terug. En die zei: "Eigenlijk mag ik je best wel." En toen kwam er een geluid: "Eigenlijk mag ik je best wel. Oh, wat leuk." En toen ging hij allemaal positieve dingen zeggen en die kwamen natuurlijk ook als echo weer terug. Dit verhaal toont dat alle dingen die we doen in ons leven eigenlijk altijd weer terugkomen naar onszelf. In het boeddhisme noemen we wel dat de wet van karma. En de wet van karma is niet een cliché, maar in het boeddhisme beschouwen we dat als een echte wetmatigheid. Karma is wat we doen. En wat er als gevolg is van wat we doen, dat noemen we soms wel de vrucht van karma. Dat is het gevolg van wat we doen. En dat komt altijd weer terug naar onszelf toe. Soms noemen we dit ook wel punya of papa. Dat zijn dus als je zegt dus negatief, positief karma, zeggen we soms ook wel punya of papa. Oh. Papa. Oké. Dus het bijzondere van de wet van karma is dat het voor iedereen geldt.
Het is niet iets wat we nou geweldig vinden in boeddhisme. Het is meer iets dat er gewoon is. En dat soms in ons voordeel kan werken, maar soms ook in ons nadeel. Als we er niet goed mee omgaan. Het is net een wetmatigheid zoals je zwaartekracht hebt. En een zwaartekracht kan natuurlijk ook in je voordeel werken of je nadeel. Als het in je voordeel werkt, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het feit dat je niet van de wereld afvalt. Dat is natuurlijk vanwege zwaartekracht. Maar als het in je nadeel werkt, dan kan het zijn dat als je ergens vanaf valt en je bezeert, dan heeft de zwaartekracht ervoor gezorgd dat je je hebt bezeerd. Of misschien je eigen onzorgvuldigheid. En op deze manier kun je ook kijken naar de wet van karma. Het is een wetmatigheid en als we er vanaf weten, kunnen we er op een goede manier mee omgaan. Alle dingen die we in de wereld doen, zeggen of denken, die komen op een of andere manier weer terug naar onszelf. En daarom zeggen sommige mensen wel, de wet van karma is eigenlijk de wet van de oogst. Wat we zaaien, is wat we oogsten. En het is niet een soort van cliché, maar het is iets wat we zelf kunnen observeren in ons dagelijks leven, als we daar oog voor hebben. Dus dit is een verhaal wat ik wilde vertellen. En je kunt het zelf eens proberen. Of als je wat meer positief met je echo gaat praten, of je echo, hoe je echo dan terugpraat.